ministerie. Ze vragen gemeenten om aandacht te besteden aan sociaal isolement en eenzaamheid. Op welke wijze gaat de gemeente Castricum daar aandacht aan besteden? Nou, we hebben in onze gemeente een kernteam 1 tegen eenzaamheid. En daarin werken allerlei partijen samen om met elkaar activiteiten te organiseren voor een hele brede doelgroep. Want we zien dat eenzaamheid eigenlijk niet alleen over ouderen gaat, dat denkt men soms wel eens. Maar het gaat om heel veel verschillende groepen. Ook jongeren, ook middengroepen, alleenstaande moeders, mensen met een migratieachtergrond. En zo proberen wij in die week juist nog meer aandacht dan dat we al doen te besteden aan deze groepen. En te hopen dat er ook mensen naar activiteiten komen natuurlijk. Vooral de mensen ook die dit zien. En wat je vaak ziet in mensen die echt eenzaam zijn, die voelen best een drempel. Letterlijk bijna van hun eigen huis, om daar over te stappen en weer deel te nemen aan de samenleving. En ik hoop ook dat in die omgeving van deze mensen probeert die signalen ook bij ons te brengen. Bij het sociaal team, bij het maatschappelijk werk. Want we willen echt graag er weer aan de slag.